Rita Verdonk. Daar hebben wij het nog vaak over gehad. Ja, dat is wel lachwekkend. Die komt terug. Rita Verdonk komt terug. Ja joh, ze komt terug. En dan met die Atemos, of hoe heet die jongen? Richard de Mos. Atemos is die voetbalman. Oh ja, nou, dat maakt niet uit. Richard de Mos, ik bedoel, daar ben je toch niet dood bij aangetroffen worden. Het verlossen, kunt u mij horen? Nee, in principe moet ik nog kunnen fietsen. Maar ik heb het dus al sinds vorig jaar, nee wacht nou even, eer vorig jaar in maart, wanneer begon die zaak, 2020, heb ik niet meer gefietst. En trouwens ook geen gebruik meer gemaakt van het openbaar vervoer. En ik moet zeggen, je ziet, ik leef nog. En ik ben nog, naar mijn idee, nog normaal compensement is, dus kennelijk kan een mens zonder fietsen en zonder het openbaar vervoer. Ik hou er niet van, laat ik dat helemaal voorop stellen. Ik ben ontzettend de beste fietsen. Omdat je toch... Ik denk na en dan let je niet genoeg op de fiets. Dat is het grote voordeel van wandelen. He, dat je rustig kunt nadenken zonder dat er ongelukken gebeuren. Maar op de fiets kun je niet al te veel nadenken of er gebeuren ongelukken. Je moet vooral inderdaad doen, ja. Dat, Ja, je moet veel fietsen, ja. Maar ik heb er altijd een hekel aan gehad. Ja. Eerst eventjes over Groningen. Daar gaan ze de kraan weer aandraaien. Ja, de gastenbuur. Ja, ik was helemaal niet verbaasd. Ik meen mij te herinneren dat 2 jaar geleden een groot stuk in de krant stond over die stikstoffabriek. Want we moeten meer gas gaan importeren. Daar moet geloof ik stikstof aan toegevoegd worden. Hoe het precies zit, chemisch, weet ik niet. Maar goed. En daar stond in dat grote stuk dat die fabriek vast en zeker niet op tijd klaar zou komen. Dat dat nu al goed voorspeld kon worden. En dat dat verstrekkende gevolgen zou hebben. Ook voor onze de gaslevering. Die fabriek staat in Duitsland, hè, voor de duidelijkheid. Ja, dat maakt nou niet zo verschrikkelijk fluit waar dat ding staat. Maar in ieder geval werd toen al gezegd, hij gaat niet klaarkomen. Dus je begrijpt dat ik zei toen ik dit bericht hoorde. Oh, dat verbaast mij niets. Iedereen doet nu, hoe is het mogelijk? Maar ook weer zoiets. Nee, als je dus niet op de hoogte bent... Je vraagt je ook af of de Nederlandse regering zelf dat niet aan heeft zien komen. Misschien een belt heeft gebeld heeft met die Duitsers. Zeg, schiet eens op met die fabriek. Ik weet niet of wij daarbij betrokken zijn of in geïnvesteerd hebben. Dat is mij niet duidelijk. Maar hoe het ook zij, nee, het verbaasde mij niets. Dit klopt precies met wat al in de krant stond. Namelijk dat die fabriek niet op tijd klaar zou zijn. Ja, heel veel mensen vinden het zielig voor de Groningers. Ja. Dat kun je vinden inderdaad, dat vind ik ook wel. Maar wat moet ik daar verder gaan doen? Onze overheid hier, of de Duitse overheid, of wie er dan ook verantwoordelijk is, die heeft dit veroorzaakt. En het is niet zo dat dat nu deze week gebleken is. Oh jee, de fabriek is niet klaar. Nee, dat wisten ze al jaren, dat die fabriek niet op tijd klaar zou komen. Blok zegt ook, ik vind het heel vervelend, maar we hebben goede redenen om het wel te doen. Ja, ik kan me wel voorstellen. Er zit nog een heleboel in de grond daar. Ja, maar goed, er wordt gevreesd natuurlijk nu weer voor nieuwe aardbevingen. En de huisjes staan er al slecht. Nou ja, die aardbevingen gaan sowieso door natuurlijk. Hè. Die lichte kleine bevingen, dat blijft nog heel lang voordat dat allemaal, laten we zeggen, min of meer weer vast ligt. Ja. Laten ze liever een beetje opschieten met het afwikkelen van die problemen die daar ontstaan zijn. Laten ze die mensen op tijd betalen. Dit is ook weer zo'n gebed zonder eind. Hè, waarvan we allemaal weten dat het nog jaren kan duren. Ja. Dus waarbij je altijd afvraagt, wat is er toch mis met de Nederlandse overheid? Ik bedoel, waar zitten die structurele incompetenties die er voortdurend toe leiden dat dingen gewoon niet gebeuren of heel erg traag gebeuren of helemaal, nou ja, enzovoort. Hey, is het zo dat door dit nieuws dat je ook meteen zegt, nou, valse start voor het nieuwe kabinet? Nou nee, want ook nogmaals, ik kom terug op mijn punt. We weten al jaren dat die fabriek niet op tijd klaar zal komen. Ja. Dus ik zal toch wel niet de enige zijn in Nederland die dat krantenbericht in de tijd gelezen heeft. En dus nu dacht, nee dat klopt. Ja. En inderdaad, die fabriek, dat zei je al heel lang geleden, die fabriek zal niet klaar zijn op tijd. Met alle gevolgen van dien. Precies, door de coronapandemie is de vertraging inderdaad opgelopen. En die fabriek moet buitenlands... Ja, dat lijkt mij eerlijk gezegd slap gelul. Dat meldt de NOS. Ja, dat zal best wel. Dat zal wel een officiële verklaring zijn. Ze gaan in ieder geval buitenlands gas omzetten. Een PR-medewerker die dat... Want je kunt tegenwoordig vrijwel alles wijten aan de corona.
Maar mijn indruk is dat ze al lang wisten dat dat ding niet op tijd klaar zou zijn. Ah, oké. Dus jij denkt dat de corona komt goed uit? Ja, daar komt goed uit, corona. Hè? Je belt je tante toch ook, zegt tante, ja, ik heb toch het gevoel dat ik corona heb, ik kan niet komen. Dat is toch een beetje het thema. Ja, ja, of mensen zeggen, ik kan niet komen werken, sorry corona, coronageval. Ja, ja, ja. Moet getest worden. Ja. Op zich een goed excuus, toch? Het beeld is weer weggevallen, maar dat is wel een rood lampje wat knippert. Ja, dan doet hij het. En, want ik heb hem even dan doet hij het. Hij doet het als een rood lampje knippert. Klopt, ja. Ik zou zeggen, met een technologisch een beetje gek. Moet hij het niet doen als er een groen lampje knippert? Nee, maar bij de slimste mensen hebben ze dat ook. Een telly noemen ze dat. Zo'n ding. Ja, als de telly brandt, weet je dat de camera aanstaat. Dat is waar. De camera die beeld geeft, die uitgezonden dat beeld, dat is het rode lampje. Ja. Doet Philip dat nooit, dat hij een beetje speelt met de camera? Dat als camera 1 aanstaat, dat hij daarin kijkt en als camera 2 in. Ik weet niet, zit ik dan altijd te pitten als hij deze ontzettend intelligente dingen aan het doen is? Dat zou best kunnen, dat sluit ik niet uit. Ja. Je weet dat Wiegel in de tijd de eerste politicus was die wist dat dat zo was. Dat als het rode lampje ging branden, dat was de camera. En dan, dus dat was in het programma met Henk van der Hoorn. Dit is allemaal opa verteld. En dan zei hij ook altijd van, ja heren, dat zegt u wel, maar de mensen in het land, en dan richt hij zich tot de camera, de mensen in het land weten wel beter. Die weten zoals gewoon helemaal niets, maar het is natuurlijk een leuke retorische vorm. Hij speelde daar leuk mee. Ja, ja. Pien Wieger was zonder meer tv-technisch een prima onderlegde politicus. Hey, het nieuwe kabinet met de namen, die zijn nu ook bekend, definitief. Ja, 29 namen. Ik was al zorgelijk gestemd dat ik denk, Tom had ik vragen of ik ze allemaal al weet, maar ik weet er maar een paar. Ja, er waren een paar. Het gaat wel even duren voordat we ze allemaal onder de knieën hebben. Ik hoorde van iemand die in het nieuws zit, die had het op de wc aan de binnenkant van de muur geplakt. Ja, dat kan ik me voorstellen, dat je dan elke dag even oefent. Maar ja, of we nou zo'n nodige staatssecretaris van Binnenlandse Zaken moeten kennen, dat weet ik niet hoor. Wel een paar opvallende namen zitten er tussen. Ja, zonder meer. Omdat er natuurlijk twee uitgesproken buitenstaanders tot het kabinet zijn toegetreden. Ja. Waarvan we maar moeten afwachten of ze het leuk gaan doen. Ik weet niet of ze zich gerealiseerd hebben, niet waar, wat de risico's zijn van een dergelijke functie. Ernst Kuipers is inderdaad is de eerste die je waarschijnlijk bedoelt. Ja, maar dat is een enorm groot verschil tussen 's avonds in een tv-uitzending zeggen hoe het moet, terwijl je weet dat iemand anders in feite de beslissingen moet nemen, en daadwerkelijk degene zijn die de beslissingen moet nemen. Ja, is er een helikopter trouwens? Ja, er is voortdurend helikopterwerk. Gisteravond was die ook al lekker bezig. Wat maken die dingen toch een kabaal? Oh, wat zijn ze nu? Je begrijpt niet dat zo'n helikopter niet in no time uit elkaar rammelt. Ja, nee, ik dacht al wat is. Ik begrijp ook dat helikopters enorm onderhoudsgevoelig zijn. Hmm. Als je dat niet goed doet, vallen ze gewoon als dode vliegen uit de lucht. Ja, we zijn ze op zoek naar weer een John van de Heuvel gevallen. Nou, ik moet je zeggen, als dat zo is, als dit speurwerk is, dan moet ik zeggen dat het aantal gevluchte criminelen in Utrecht de laatste jaren wel spectaculair gestegen is. Ja. Ze vliegen voortdurend met dat ding rond. Ja. Maar goed, sorry, we waren met Ernst Kuipers bezig inderdaad. Ja. Dus hij wordt wel, van alle kanten, wordt hem in ieder geval wordt hij positief bejegend. Van dit gaat ja, natuurlijk. Dit is Amerika heet dat ook de honeymoon van het kabinet. Hè? Dus de eerste paar weken, maanden zegt iedereen, even kijken, wat gaan ze ervan. Hij weet waar hij het over heeft. Ja, weet je nog, met Biden, die de eerste maanden was die Franklin Roosevelt zelf. Dat was ongelooflijk. En nu zijn we blij dat hij niet instort als hij van het podiumpje afspreekt. Maar goed, deze man komt wel van een plek waar je weet wat je moet doen in die ziekenhuis. Ik zeg het nogmaals, het is een totaal verschillende situatie om anderen te adviseren wat ze eigenlijk zouden moeten doen, wel wetende dat jij niet degene bent die de beslissingen moet nemen. Ja. Dus als jij iets adviseert en Hugo de Jonge voert het uit en krijgt veel kritiek, maar krijg jij die kritiek eigenlijk in veel mindere mate. Dus nu moet hij zelf gaan beslissen en het kabinet overtuigen. Want veel van die coronamaatregelen worden dus in het kabinet uitgebreid besproken. Ja. En dan moet je je collega ook nog zien te overtuigen van wat jij denkt dat de beste aanpak is. Ze zeggen dat hij nog steeds. Bovendien denk ik dat er heel veel discussies zal zijn over het beleid op de middellange termijn. Ja. Omdat natuurlijk wel duidelijk is dat het lock-up geduld wel een beetje op is. Ja. Nee, is het wel zo dat ze zeggen, hij is nog voorzichtiger dan Hugo de Jonge. Met andere woorden, hij zal nog eerder misschien een strenge maatregel doorvoeren.
Nou ja, dit is mogelijk, maar dan moet hij ook de rest van het kabinet overtuigen. Want dan zal de minister van Economische Zaken heel veel minder enthousiast over zijn. Bovendien is het nogmaals de vraag of lock-ups, of dat niet een beetje voorbij is. En of we niet lockdowns moeten... bedoel je? Sorry, ja. Lock. Nou ja, de lockdown is toch eigenlijk een lock-up, of niet? Ja, zo kun je het ook zien. Ja, kun je het ook uitleggen. Je zit locked up thuis. Ja. Dus ik denk dat voor de middellange termijn toch een ander soort van beleid geboden is. Hoe precies? Ja, ik heb er niks over. Ik kan me wel voorstellen dat hij wat meer natuurlijke autoriteit heeft dan Hugo de Jonge. Doordat hij die ziekenhuis achtervolgt. Voor zolang als het duurt. Hmm. Als politicus hoef je maar heel weinig fout te doen. En dan ben je al je natuurlijke autoriteit alweer kwijt. Ja, op zich wel. Hoeveel natuurlijke autoriteit heeft Mark Rutte nog? Ja, maar die heeft... Dat is toch wel al met al wel in een lucifersdoosje te stoppen, toch? Ja, klopt. Maar die heeft een hele andere achtergrond. Namelijk geschiedenis gestudeerd. Je wou zeggen, dat zijn sowieso al zwakke broeders natuurlijk. Nee, intellectueel gesproken. Dat durf ik hier niet te zeggen. Hartelijk dank. Ja. Nee, maar ik moet zeggen, vooral als je in Leiden hebt gestudeerd, klopt dat wel. Utrecht zou ik zeggen, ligt het even iets anders. Maar ik kan me voorstellen dat als die Kuipers dat ze zeggen... Nou ja, jij weet in die ziekenhuizen precies hoe het werkt. Hij heeft ook dat idee bedacht van spreiden over het land. Nou ja, dan denken ze van, daar nemen we wel wat van aan. Ja, ook dat zou kunnen, maar dat weet ik helemaal niet zeker. Het is een enorm breed veld met een heel spectrum aan beleidsmatige mogelijkheden. Ja. Dingen zijn niet eenvoudig. Ja. Kijk, eenvoudig, dat wordt altijd gedacht door mensen die... Hè, hebben we niet het fantastische spreekwoord, de beste stuurlui staan aan wal? Zo is het. Ja. He, je ziet zo'n groepje wat oudere mannen staan, niet waar? In zo'n haventje, daar moet ze een zeilbootje aanleggen. Nou, ze weten precies hoe het moet. Ze hebben geen flauw idee als ze zelf op een zeilbootje zouden zitten hoe je het moet doen. Maar ze weten het precies. Ga je Hugo de Jonge missen op VWS? Ja, ik ga Hugo enorm missen. Sowieso, eigenlijk nu al, hè. Dat je niks meer van hoort, zal ik maar zeggen. Hij heeft zichzelf wel van het ene moeras in het andere gemanoeuvreerd. Want nu moet hij 100.000 woningen per jaar gaan bouwen. Nou, dat gaat niet lukken, dat weten we nu al. Dus je begrijpt, het is een hele kwetsbare post. Minister zijn is gewoon kwetsbaar zijn. Hij had het liefste door willen gaan op VWS, hè? Ja, dat kan ik mij wel een beetje voorstellen. Je bent lekker bezig. De algemene gevoel is toch dat geleidelijk aan de druk op dit systeem vanwege COVID zal afnemen. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat het besluit om hem ergens anders neer te zetten, dat genomen is. Ja, want? Nou ja, omdat hij natuurlijk wel beschadigd is geraakt in de afgelopen 2,5 jaar. Ja. Lijkt mij althans. Maar wel overeind blijven staan. Hè? Dat is wat je op de ministeries hoort van hij is niet omgevallen. Er zijn er heel veel hij is niet omgevallen, nee. Zoals die meneer Bruins bedoel je. Ja, nou, die letterlijk is omgevallen. Of Bas in het woud of van het woud. Die op een gegeven moment ook overspannen was. Ja, dat is de verhaal natuurlijk. Omdat het gek is dat van Rutte 3. Ik geloof de helft van de bewindslieden al verdwenen was. Of lobbyist geworden of in het ziekenhuis terechtgekomen. Wat op zichzelf erg tragisch is natuurlijk. Maar dat ook veel van de vervangers in no time. Eigenlijk zo'n beetje als ze hun eigen kantoor wisten te vinden. Dan vielen ze ook om. Het is een slopende functie. Ja, je ziet het. Is een slopende functie. En heeft de jongen ook nog die bedreigingen? Niet alleen bij nou, dat vind ik schandelijk. Dat vind ik echt diep, diep treurig. Ja, dat die vent die nu bijna met een fakkel bij elkaar voor de deur gekomen is. Dat blijkt dezelfde halve garen te zijn als die bij Hugo de Jonge had aangebeld. Het is maar een raadsel waarom die gek niet opgesloten is. Het is natuurlijk duidelijk een psychiatrisch geval, maar zorg dat hij van de straat is. dat die nu weer bij Kaag opduikt. Ja. En dat je dan weer zo'n zeikert in de krant kan zeggen. Ja, het is heel moeilijk om dat probleem aan te pakken. Want je moet het altijd een jaar van tevoren bewijzen. Nou ja, enzovoort. Ze zeggen, hup, pak op, sluit op. Dit is intimidatie die niet te verdragen valt. Ja, maar ook... Het is ook een voortdurende structurele ondermijning van de rechtsstaat. Want het is in toenemende mate schijnt het bij die ultra-rechtse de gewoonte te zijn. Dat je bij mensen aan de deur komt en dat je door de ramen gaat staan kijken en dat soort van dingen. Ik vind dat, pak het aan, pak het zo hard mogelijk aan. Wijzig de wet wat mij betreft, maar intimidatie van mensen die een openbaar ambt bekleden van welke aard dan ook, dient tot elke prijs vermeden te worden.
Ja, tot elke prijs. Zijn kinderen kregen ook online foto's. Nou, dat is toch te gek voor woorden. Van Hugo als Hitler afgebeeld. Ja, dit is allemaal te gek. Dat we dat accepteren, dat is te gek voor woorden. Ja. Dit hele intimidatieprobleem zal veel harder aangepakt moeten worden. Ja. Laat ook zien dat die lui gewoon wat mij betreft voor 2-3 jaar worden opgesloten. Ja. Maar een ander zou hebben gezegd, weet je, ik heb allemaal geen gezin in dat gezeik. Ik stop ermee. Dan heb ik er geen last van. Dat kun je heel goed voorstellen. Dat zou nog veel dramatischer zijn. Want dan werkt deze intimidatie dus. Je moet er vooral voor oppassen dat die intimidatie gaat werken. Dat mensen denken, ja, wacht eens even. Ik word geen minister, want voordat je het weet, staat er een psychopaat in de voortuin die mij staat te beloeren of van een Hitlersnorretje voorziet. Nee, ik vind het onverdraaglijk en onacceptabel. Dat daar niet harder op gereageerd wordt, is mij een raadsel. Dat deze man klaarblijkelijk vrij rondloopt met zijn fakkel, is mij een raadsel. In feite mag je met een fakkel op straat lopen, denk ik. Ongetwijfeld mag je met een fakkel op straat lopen. Maar je mag niet met een fakkel bij de minister. Niet waar in de voortuin gaan staan om daar door het raam te gaan staan kijken. Dat mag niet. Ja, maar hij kan een toevallige passant zijn. Ja, toevallig. Dat was ook al dat slappe gelul van allerlei van die filosofen in de krant. Geen gelul, zorg dat je het aanpakt. Ja, maar stel dat hier bij jou een man met een fakkel staat. Dan kan die zeggen, dat is mijn hobby. Ik wandel met fakkels in de lockdown. Ja, maar ik maak er werk van. En ik hoop ook dat de overheid er dan ook werk van maakt. Ja, maar ja, dan zeggen zij, we kunnen het niet juridisch dicht in. Geen gelul, het moet gewoon keihard worden aangepakt. Dan zet je maar meer mensen in, dan doe je er meer aan. Dit is onacceptabel. Dit is een structurele aantasting van de integriteit van ons politieke en juridische systeem. Kaag wordt minister van Financiën. Ja, prima. Ik ben daar een groot voorstander van. Heeft groot gelijk. Kijk, er zijn de belangrijkste minister is de minister-president natuurlijk. Die moet zich een beetje koest houden. Zeker deze die, ik meen mij te herinneren, ook nog getroffen is door een zeer breed gedragen motie van afkeuring. Het is een beetje weggezakt. Ja. Zakt een beetje weg, maar ja, toch is dat zo. In april. Dus, en dan is de tweede belangrijkste positie is de minister van Financiën. En dat betekent dat je in feite over alle kwesties het kabinet betreffende meespreekt. Dus wordt zij minister van Financiën. Heel verstandig natuurlijk. En dan hebben we dat gelul geloven. Ja, Wopke wist er meer van. Hoezo? Wopke is een jurist. Wopke is er ook geen econoom. Zo geweldig heeft hij het bij mij weten ook helemaal niet gedaan, eerlijk gezegd. Dus ja, zij is ook geen econoom. Ze zal ook wel jurist zijn. Meestentijds zijn het allemaal juristen. Dus ik zou zeggen, wat is er tegen? Helemaal niks. Nou, Wopke wordt minister van Buitenlandse Zaken. Dus dan zijn we voor een belangrijk gedeelte van de tijd is die er niet. Dat scheelt enorm. Veel mensen zeggen het is heel onverstandig. En die verwijzen naar Van Mierlo, die in de tijd leider van D66 was. En zelf heeft gezegd dat hij dat beter niet had kunnen doen. Want dan kon hij geen leiding aan de partij geven. Mijn indruk was dat de leiding die Wopke aan de CDA heeft gegeven toch al niet zo gelukkig heeft uitgepakt. Dus misschien is het wel heel verstandig dat hij dit heeft gedaan. En je moet je bovendien realiseren dat natuurlijk de minister van Buitenland, de macht van de minister van Buitenlandse Zaken enorm ondergraven is. Doordat alle belangrijke EU-kwesties natuurlijk, dat is zoals dat zo hem vrijheidschef zag. Dat doet Mark Rutte zelf. Ja, maar goed, dat heb ik dus bij Kaag. De minister van Buitenlandse Zaken is wel een beetje een je hebt de echte bakker die de broden bakt. En je hebt een jongen die de broden komt brengen. Dat is het een beetje. De loopjongen. Dat is eigenlijk een beetje de loopjongen van Buitenlandse Zaken. Ja, maar je kunt alsnog vallen. Kijk maar naar Kaag. Ja, je kunt vallen, zeker. Zeker, ja. Dus het is wel een belangrijke post op sommige momenten. Ja, ja, daar had het ministerie buitengewoon slecht opgelegd. Ik geloof nog niet dat het de persoonlijke verantwoordelijkheid van Kaag was. Maar ik denk dat Wopke misschien ook wel denkt, ah, lekker, heb ik wat meer tijd. Kan ik weer iets meer profileren als de leider van het CDA. En dat is goed richting de volgende verkiezingen. Dat zou kunnen, maar ik geef er niet veel over gezegd. En denk je dat, in hoeverre spelen de volgende verkiezingen al een rol bij het verdelen nu van de functies? Geen idee of dat er al strategisch gedacht is. We zetten Piet Jansen, zetten we staatssecretariaat van Breien. Dus dat is dan hartstikke handig voor de verkiezingen. Dat we in ieder geval een begaafde Breien kunnen aanbieden. Nee, daar geloof ik niet zoveel. Nou, Kaag op Financiën, dat is als zij het goed doet. Nou ja, als ze het goed doet, laten we het hopen. Dan hebben we misschien de eerste in vrouw. Principe hebben we het de afgelopen jaren zo geweest. Wie met de VVD gaat regeren, verliest. Ja, maar Rutte stopt na deze 4 jaar. Dat zegt hij, maar dat weet ik helemaal niet zeker. Ik weet niet of je Henk Kamp gehoord hebt.
die ondertussen een baard heeft laten groeien. Dat is werkelijk een... Ja, Hugo de Jonge ook. Oh, ja, dat is een modieus baardje, maar bij Henk Kamp, dat is een bejaarde die uit in de Achterhoek woont, als ik het wel heb, dan vond ik een baard toch wel een beetje een revolutionair signaal, eerlijk gezegd. Maar Henk Kamp, die zei, nee, die Rutte kan nog wel 8 jaar door. Dus ik weet het zo zeker nog niet. Hmm. Ja, misschien heeft hij wel Merkeliaanse ambities, 16 jaar. Nou, dan is hij pas op de helft. Ja, daarom. Ja. Oké, maar goed, en ik denk nou, op de helft, dan heeft hij nog 6 jaar te gaan. Ja, maar met alle emancipatiedingetjes in Nederland is het land straks ook wel toe aan een eerste vrouw op die post, denk ik. En is ja, wij maken op dat punt natuurlijk een weinig overtuigende indruk, aangezien als je naar de Scandinavische landen kijkt, Engeland natuurlijk, en dan lopen wij wel een beetje achter. Maar dat was sowieso, dacht ik ook, op emancipatorengebied. Er is ook een tijd geweest dat ik geloof Rwanda meer vrouwelijke hoogleraar had dan Nederland. Ook daar hebben we geloof ik wel een beetje achterstand ingelopen, maar indrukwekkend is het niet. Maar we hebben wel nu een kabinet waar het geloof ik 50-50 is. Ja. Dus nou ja, de vlag uit. Ja. Overigens vind ik het verder totaal onbelangrijk. Heb je eerder al gezegd, hè? De beste mensen moeten ze selecteren. Zo is het maar net. Ja. Nog andere opvallende dingetjes van het kabinet. Ja, we hebben natuurlijk nog die DWDD-professor, hè, die ook op OCW komt te zitten. Ja, Dijkgraaf. Dijkgraaf. Ja. Groot geleerde. Buitenstaander. Nu maar eens kijken of hij een goede minister is. Ja. Je kunt namelijk niet waar zijn. Zijn specialiteit is de wiskundige natuurkunde en zogenaamde stringtheorie. Dat heeft bar weinig te maken met het ministerieel bestaan, kan ik je verzekeren. Dus we moeten even afwachten. Nou heeft hij natuurlijk al bestuurlijke ervaring bij de Nederlandse Academie van Wetenschappen en natuurlijk in Princeton bij het Institute for Advanced Study. Maar dat zijn toch heel anders soort banen, denk ik dan. Dat is echt de loot, tenminste. Ik heb nog nooit gehoord dat je in Princeton ook bedreigd werd door mannen met fakkels in de voortuin en zo. Dan zijn ze in Amerika helemaal gek, dus alles is daar mogelijk. Maar nee, je zult moeten bewijzen dat je ook dit kunt. En dat valt niet mee. En gaat het bijvoorbeeld over de publieke oproep, hè? Onder andere. En ook over de universiteiten? Nou ja, wat dat betreft, het is een verstandig en hoogst intelligente man. Mm. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat je kunt als hoogst intelligente man kun je ook mislukken in een politieke functie. Ja. Ja, er zijn allerlei Amerikaanse presidenten geweest die echt bijzonder intelligent waren en niet veel van terecht hebben gebracht. En een heel belangrijke en invloedrijke president, Ronald Reagan, was zowel dom als lui. Ja. He, dus daar zie je aan, het een zegt niet zo verschrikkelijk veel over het ander. Maar goed, hij kan volgens mij wel die ambtenaren goed motiveren. Lijkt me zo'n figuur. Ik hoop het. Ik vind het overigens een prima idee om hem dat te vragen. Dat vond ik een origineel idee. Ja. Maar hij moet het wel waarmaken en dat is een groot risico. Ja. Het is beter dan een Herman Heijns boek een aantal jaar geleden. De platenbaas. Dat je die naam nog weet. Ja, ja. Herman Heinsbroek. Die sprak altijd over zichzelf als in de derde persoon. Dus als je dan vroeg van, is het een beetje weer vandaag? Dan zei hij, nou, Heinsbroek is van mening dat het weer niet zo best is. Ja, god, dat was wat de LPF. Het wereldberoemde kabinet, wat heeft het er ook weer gezeten? 86 dagen. Laatst corrigeerde iemand mij, die zei 87 dagen. God, niet dat het veel uitmaakt. En ik maar, kwam in de Bentley. Kwam ja, ik nou, wilde weer, ja, de Bentley Boys had je in die jaren een waardeloze auto, die Bentley toen. Die was nog niet aangepakt door BMW. Nee, sorry, door Volkswagen. Tegenwoordig zijn het heel behoorlijk belachelijk duur. Echt zonder van je centen. Maar dat is een kwestie van, gaan we het nou nu verder niet over hebben. Ja, ik heb laatst toevallig wijs even in een Bentley gezeten. Die zat er onmogelijk in, zeg. Ik ben 1,86, maar ik had echt het gevoel dat ik een dwerg was. Zat je achterin of voorin? Nee, voorin, achter het stuur. Ja, ik heb niet gereden met het ding, maar goed. Ja. Ik heb nog gezegd, ik zou nooit van mijn leven zo'n idioot ding kopen, echt. Je kunt voor een kwart van het geld kun je veel leukere en fijnere auto's kopen dan zo'n mal ding wat volledig betimmerd is met notenhout. Maar goed.
Hoe kwamen we hierop? Op Herman Heinsbroek. Herman Heinsbroek. Mag ik nog eens verwijzen naar de Fortuinrevolutie? Niet waar? Die vervolgens die idiote LPF-fractie gevuld met halve haar heeft opgeleverd. En vervolgens een kabinet wat na 86 dagen gevallen is. Waarom? Omdat de LPF-ministers Bobhoff en Heinsbroek ruzie met elkaar kregen. Nou ja, dan heb je wel zo'n beetje een... Niet waar, de coulissen voor de Fortuinrevolutie en het waardeloze, nutteloze karakter, niet waar, wat die Fortuinrevolutie daadwerkelijk heeft gehad. Bommel had zo'n hotelbel toch bij zich, als hij wil, voor de spreektijd. Ja, precies. En daar had hij dan een klap op. Zo'n belletje als ik bij de slimste mensen heb. Ik gebruik het overigens heel zelden. Ja, Bommel, terecht, Bommel is een intelligente man. Die heeft zich zo ontzettend geschaamd voor wat is er, voor deze hele vertoning dat hij naar Kuala Lumpur gevlucht is. Waar is die, dat zo, ja? Ja, daar is hij hoogleraar economie. Prima econoom, was niks mis mee. Overigens, daar zie je aan dat het nog niet wil zeggen dat je een intelligente man kunt zijn. Dat was Bomhoff. Een prima en interessante econoom. En heeft er niets van terechtgebracht. Nee. Maar goed, er wel nog hoop dus voor andere types die mislukken nu in dit kabinet. Ze kunnen altijd naar het buitenland. Ze kunnen altijd naar Kuala Lumpur. Ja. Heb je die Petronas Towers, of je zit in de ene toren of in de andere. Het zit altijd goed. Wat zou Grapperhaus gaan doen? Want die heeft gezegd, ik vind het wel mooi geweest nu. Nou, ik weet niet hoe oud Grapperhaus is. Ik denk al even in de 60. Ja, nog niet met pensioen gaat hij, denk ik. Nou, ik denk dat hij wat erebaantjes zal doen. Vrijwilligerswerk in de juridische sector. Volgens mij is Grapperhaus een betrekkelijk relaxed type. Ja, het is iemand die graag zijn schoonmoeder zoent. Dus ja, ik denk dat hij zijn weg wel vindt. Andere politiek nieuws komt uit de lokale politiek, namelijk Rita Verdonk. Daar hebben wij het nog vaak over gehad. Is, ja, dat is wel lachwekkend. Die komt terug. Rita Verdonk komt terug. En toevallig wijs, ik zit dat te bekijken, verschijnt er een filmpje van mijzelf en mijn commentaar op haar optreden in dat passenger terminal in de tijd. Oh ja. Toen ze met die tonbeweging begon. En ik kan iedereen aanraden om dat filmpje van mij te bekijken. Dat is dus ondertussen jaren geleden. En het is ongelooflijk hoe ik daar de toekomst voorspel van deze beweging. Want ik merk op dat er veel ballonnen waren bij die gelegenheid. En daarbij zeg ik heel lollig. Van ja, die ballonnen zitten al vol met lucht. Je hoeft alleen maar gebakken te worden. En dan hebben we gebakken lucht. En dat is het ook gebleken. Het stelde niets voor. Het was niks. Het was nutteloos. Het was een wind, een zuchtje van de wind. Ja, maar ze komt... Riet? Ja joh, ze komt terug en dan met die Atemos, of hoe heet die jongen? Richard de Mos. Atemos is die voetbalman. Oh ja, nou, maakt niet uit. Richard de Mos, ik bedoel, daar ben je toch niet dood bij aangetroffen worden. Neem me nou niet kwalijk. Nou, hij zegt, we halen met Rita Verdonk een dijk van een politica in huis. Nou, dat zou ik niet zo gauw willen herhalen, eerlijk gezegd. Als er nou iemand zich belachelijk gemaakt heeft in de Nederlandse politiek, is het wel Rita Verdonk. Overigens, laat ik haar daarop wijzen. Dit is ook, Rita Verdonk was weer zo'n verschijnsel wat de media echt geweldig. Het was een zuurstok voor de media. Heerlijk. Zij was 10 jaar lang de meest uitgenodigde gast in talkshows. Wist je dat? 10 jaar lang. En wat had zij inhoudelijk te betekenen? Niets. Nou, de Mos zegt wel, ze was ongekend populair en ze sprak de taal van de gewone man en vrouw in de straat. Ja, ongekend populair. Dat is gebleken ook bij die verkiezingen toen, hè? Weet je wel. Ja, nee, als er nou ook, ik bedoel, voortdurend overschatten wij deze populistische helden. We hebben ook Rita Verdonk mateloos overschat. Zij is een betrekkelijk onnozele vrouw. Die een talent heeft wat onnozele vrouwen wel vaker hebben. Zij kan kordaat optreden. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat je ook verder politiek iets waard bent. Zij heeft er op eigen kracht met haar tonbeweging niets van terecht gebracht. Niet waar, Kai van der Linden, die haar spindokter was, heeft in een lezing in Leiden nog eens verklaard, heel komisch op zichzelf, misschien had hij mijn filmpje gezien, dat weet ik niet, dat het allemaal gebakken lucht was. Dat die hele tonbeweging totaal inhoudelijk niets voorstelde. Maar ze kan toch de afgelopen jaren geleerd hebben achter de schermen? Vast en zeker. En dat ze nu beter terugkomt? Vast en zeker, ja. Geloof jij het? Ik heb haar helemaal niet meer op mijn netvlies. Het is sympathiek hoor dat je deze suggestie doet, maar het is...
En dat je dan met die Den Bosch afgeeft. Sorry hoor, dat is toch wel een testimonium. Ja, precies. Hij is de hondenverdacht. Zij zegt nu van, ja, je moet eerst bewijzen dat iemand iets gedaan heeft. Hij ontkent het zelf natuurlijk ook, alle aantijgingen. Zeker. Nee, dus dit is, ik vind het eigenlijk, haar heroptreden is toch eigenlijk een beetje tragicomisch, hè? Dit is toch Dracula die weer uit die kist omhoog komt. Heel dat zal even. Wel hebben gekriebeld, denk ik. Bij haar. Ik weet niet. Het is, ook dit is dus eigenlijk. Zij laat nu zien hoe slecht haar beoordelingsvermogen in feite is. Ja. Zij zegt zelf: ik volg Richard al jaren. Hij heeft een tomeloze inzet en een ijzeren discipline. En is altijd bezig om Den Haag vooruit te helpen. Want daar gaat het om. Ja, geweldig. Want hij was altijd bezig Den Haag vooruit te helpen. Ik heb begrepen dat hij vooral bezig was om zichzelf vooruit te helpen. Maar goed, met misschien dat Den Haag ook wel een beetje vooruit geholpen is. Ze denken dus, en op zich maakt hij daar denk ik nog wel een kans. Kijk, hij kan natuurlijk geen wethouder meer worden nu door dat onderzoek. Tenminste, voorlopig niet. Dan kan Rita het worden. Ja, want dat zeggen ze dus ook. Hè. Ze hopen in ieder geval een goede wethouderskandidaat met haar te hebben. Dus, ik zie het voorlopig niet gebeuren. Nou, volgens mij is die partij nog wel populair daar in Den Haag. Dat zou kunnen, maar dat wil niet zeggen dat ze ook in een coalitie terechtkomen. Je zult wel een coalitie moeten hebben om in Den Haag te kunnen besturen. Ja. Het geeft ook al te denken over zo'n stad als Den Haag. Dat weet ik hoeveel zetels die partij heeft. Dat is toch, nou ja. Oké, we nog even één vraag. Die gaat over Rusland. Nu zien we in Rusland wel een fenomeen ontstaan. Het lijkt er een beetje op dat Poetin een stukje geschiedenis wil wegpoetsen en graag de Sovjet-Unie met de bufferstaten terug wil. Zegt Dick. Hoe kijkt Maarten naar die ontwikkelingen? Ja, dat kan Poetin allemaal wel willen. Maar dat imperium en de vooruitgeschoven posten daarvan. Hè, vergeet niet dat natuurlijk Oost-Duitsland ook vol stond met Sovjet-troepen. En dat is helemaal niet ver van de Nederlandse oostgrens verwijderd, eerlijk gezegd. En dat komt natuurlijk vanzelfsprekend niet terug. Waar Poetin zich nu mee bezighoudt, is dat hij zegt: kijk eens, ik wil niet dat de Oekraïne. Ten aanzien van Georgië heeft hij dat alles duidelijk gemaakt door een vervelend oorlogje tegen Georgië te voeren. Ik wil niet dat de Oekraïne in feite lid van de NATO wordt of eventueel lid van de Europese Unie. Geen van beide kwesties is direct aan de orde. Maar je kunt je wel iets begrijpen van zijn strategische denken, waardoor hij denkt van ja, wacht nou eens even. Maar ik wil niet dat de Oekraïne, traditioneel een onderdeel van Rusland, al heel lang, niet kort geleden veroverd of zo, nee, dat was traditioneel onderdeel van Rusland, dat in feite niet als het ware afdrijft naar het westen, laat staan, lid zou worden van de NATO. Daar gaan nu in feite Biden en Poetin gaan daarover praten. En dat moet, zoals dat altijd ging met de Sovjet-Unie en nu ook weer met Rusland, dat gaat gepaard met allerlei militaire dreigementen en ik veroverde, waar gaat de Oekraïne me niet veroveren? Daar geloof ik allemaal niet zo verschrikkelijk veel van. Die auto van jou, die wordt op. Zo, let's not. Ja, hij is toch al nat, hè, de achterbank. We doen het raampje even dicht. Dus ik zie dat er niet zo zitten. Wat ik er een serieuze artikel over heb gelezen, dat weerspiegelt ongeveer mijn opvattingen. Die deels natuurlijk ook uit die artikelen komen. Dat wat betreft het militair optreden niet zo'n vaart zal lopen. Maar dat hij wel druk zet om hij wil van het Westen horen. Nee, voorlopig zal de Oekraïne zal geen lid worden van de NATO. Het Westen kan natuurlijk niet een volledig waterdichte 100% belofte doen. Want ja, de Oekraïne is een zelfstandige staat. Maar goed, iedereen weet dat op de afzienbare termijn zal de Oekraïne geen lid van de NATO worden. Ja. Dat zullen ze best aan Poetin willen beloven. Ja. Tot slot nog een vraag van een heel ander kaliber. Dat zijn mensen die zeggen: Maarten, het lijkt erop dat jij na je pensioen allemaal dingen doet die je leuk vindt. Wij vinden het, zeggen deze twee vraagstellers, erg lastig om een nieuwe invulling van ons bestaan te vinden na onze pensionering. Heb je daar nog tips of adviezen voor? Ja, je moet iets gaan doen. Je moet iets te doen zoeken. Dus ik zou aan dit tweetal, ik weet natuurlijk of ze ook niet in de LTS zwakstroom, dat weet ik allemaal niet. Dat hangt er echt vanaf. Ik zou zeggen, heeft u hobby's? Probeer daar iets van te maken. Heeft u geen hobby's, dan is er. Ik heb ooit, volgens mij heeft de gemeente Utrecht alleen al een heel dik boek over hoe heet het, waar je kunt helpen als vrijwilligerswerk. Op dat punt is er heel veel te doen.
Daar kunt u ook een willekeurige keuze uit maken. U kunt besluiten een boek te schrijven. Misschien heeft u wel een interessante opa. Dat je denkt, hoe zat het toch met die opa? En vertel wat van die rare verhalen. Dat hij ooit in Smyrna, nou ja, weet ik veel, een tapijtje gekocht heeft. Of een boek over je eigen leven. Zo dat kan ook. Dat kan ook. Dat kan met name voor kinderen en kleinkinderen. He, misschien ook als uw leven niet bijster opwindend verlopen is, kan dat toch voor uw kinderen en kleinkinderen heel leerzaam zijn. He, al is het maar om uit te leggen, nietwaar, dat een land wat volkomen hysterisch wordt wanneer je niet met de wintersport kan, dat land eigenlijk van betrekkelijk recente datum is, omdat er vroeger helemaal niemand met de wintersport ging. He, dat was een luxe verschijnsel, de wintersport. Nou las ik ergens dat ook nu is het maar zo dat 13% van de bevolking met de wintersport gaat. En je begrijpt, dat is natuurlijk de top, wat is het, zal het zijn, de top 4%, de top 25% qua inkomens in Nederland. Dat is natuurlijk nog wel vrij prijzen. Maar de opwinding daarover, ook in zo'n krant dat je denkt, kom op. Wat is die voor flauwekul? Over de wintersport? Ja, we kunnen een jaar niet met de wintersport, so what? Nou, 2 jaar al. Ik geef niks om wintersport, ben nooit met de wintersport geweest, ben er geen minder mens van geworden. Klote sneeuw. Bovendien vallen aan de lopende band die kabelbaantjes naar beneden. Dus nee, ik zie daar helemaal niks in. Het is de leukste vakantie van het jaar, zeggen veel mensen. Oh. Lekker in die stoelen. Dan komen we op een ander punt en dat moeten we nog eens theoretisch ook uitwerken. De vakantieziekte. Ja. Het feit dat onze cultuur lijkt aan de vakantieziekte. Dat je de hele godgans jaar denken mensen over de vakantie. Waar zullen ze heen gaan? Hoe zullen ze het doen? Wat moet er gebeuren? Wat voor opwindens kunnen ze organiseren voor zichzelf? Als u werkelijk kunt leven, dan is ook voor u de zaterdagmiddag vakantie. Hè, bij wijze van spreken. Of elk vrij moment is een soort vakantie. En we hebben als moderne mensen in Nederland min of meer permanent hebben we overal vakantiemomenten. Hè? Of althans, die kunt u ervan maken. Wat het gekke is, dat er is zo'n traditie van Blue Monday. Dat schijnt een bepaalde maandag in januari te zijn. Ja. Ik was altijd dolgelukkig met maandag, omdat die klote zondag weer voorbij was. Hè? Waarop niks kon, niks mocht. Het was altijd grijs weer. Altijd zo'n regentje van niks. Hè? Het was werd waardeloos. Dus ik vind dat er een nieuwe traditie, dus Blue Monday, moet worden afgeschaft. Maandag een zegen, je kunt weer aan de slag, je kunt weer gaan werken, je kunt iets gaan doen. Hè? En dat dan de Grey Sunday, eventueel getiteld de Grey Dutch Sunday. Dat eigenlijk het wereldwijd het absolute dieptepunt in de tijd wordt. Gruwelijk. Dus ik ga dadelijk weer een nieuwe detective aansnijden. Ja, maar even, ik zit even terug te denken wat dat de vraag precies was. Dat weet ik ook niet meer. Wat je moest doen om met je pensioen je te amuseren. Nou, ik heb allerlei tips gegeven, toch? Ja. Vrijwilligerswerk, boeken schrijven. Ja, en dan kwamen we op de wintersport. Hobby uitwerken. Ja. Zo kwamen we erop. Ja. De wintersport. Maar, je kunt niet eeuwig met vakantie. Hè? Nou ja, ik weet niet of je wel eens... Ik heb wel eens iemand horen zeggen, die ging met pensioen. En zei, god, wat heerlijk. Altijd vakantie. Niets is zo verschrikkelijk als altijd vakantie. Dat is een gruwel. Daar ga je geestelijk volledig aan ten ronde. Wat gebeurt er dan? Dan heb je dus nooit iets om handen. Hele rijke mensen hebben nooit iets om handen. Ik weet niet, ik kan me een artikel herinneren over het leven van hele rijke mensen aan de Riviera. Verschrikkelijk werkelijk. Omdat alles dan draait over de uitnodiging, hè, over de kleren die je daarbij aan moet. Dat is verschrikkelijk. Ik ben ervan overtuigd dat iemand die de afwas deed voor die families, dat die gelukkiger was dan die families zelf. Ja. Kortom. Altijd vakantie is het ergste wat iemand kan over. Dat is de ergste straf die je iemand kunt geven. Oké. Dan is er ook nog iemand teleurgesteld in mijn kennis van de COVID, schrijft hij, omdat ik jou had moeten toespreken toen je naar buiten was gewandeld, toen je in quarantaine zat. Want dat is niet de bedoeling, zegt die persoon erbij. Nou, bij deze. Ja, dat is waarschijnlijk ook weer zo'n twitteraar. Ja, dit kwam via WhatsApp binnen. Maar... En je weet, die hebben diep onderzoek gedaan naar deze kwaal, waarbij ze kennelijk helemaal gemist hebben.
Dat ik inderdaad de deur was uitgegaan, maar dat dat 's avonds was. In de nacht, hè? Het was donker. Nou ja, nacht in ieder geval was het donker. Dat ik daarbij een rondje heb gelopen in een totaal verlaten en nogal al nattig Wilhelminapark. Dus ik zou zeggen, beste bedweter, want dit is wel een hele vervelende bedweter. Kijk, waar is dat? Beste Jeu Piet. Ja. Anders kan ik het niet noemen. Nee, ik begreep ook uit tal van mensen die er werkelijk verstand van hebben. Dat het heel gezond is. Ja, dat het heel verstandig was geweest dat ik een wandelingetje had even gemaakt. Even kijken, hoe heet hij? Hij schrijft het zo. Ik vind de geïnformeerdheid met betrekking tot de COVID-problematiek en dus ook wat wel en niet mag van de gesprekspartner nogal teleurstellend. Dat zegt Lex Muldijk. Ja, zegt dat. Die Lex toch. Lex, bel eens met Koos. Dit is... Oh, het is wel een vrolijk figuur, zeg. Ja, dit is hem. Dat is een man op leeftijd en die heel vrolijk in de camera kijkt. Dat is wat we op zijn profielfoto zien. Nou, hij heeft het in ieder geval niet anoniem gedaan. Dat zie je hem. Dat zie je hem. Maar Lex, het is gewoon kletskoek wat je te beweren hebt. Mooi. Maar dat, je kunt elke levende deskundige op dit terrein raadplegen en die zal u dat ook vertellen. Ja, dat lijkt mij eerlijk gezegd slap gelul.